Florren, bij de U14 hier in Gladbeek, een mooie prestatie geleverd voor Maas Gladbeek, hè? Ja, dankjewel. Hoe is de wedstrijd verlopen? Goed, goed. Er zijn op een bepaald moment goed doorgereden. Best wat demarages. Het is al een sprint uitgekomen. Bogart heeft uiteindelijk gewonnen met een goede fietsvoorsprong. En wat jou betreft, wat staat er nog op het programma dit jaar? Nog veel wedstrijden rijden? De volgende wedstrijd is dan de Ronde van West-Vlaanderen. En nog een pak wedstrijden. Waarom eigenlijk fietsen? Waarom niet voetballen bijvoorbeeld? Ik deed voetbal. Ja. En ik vind fietsen is een heel fijne sport. Ook gewoon buiten de wedstrijden zelf. Het is een heel fijne sport omdat... Ja, je bent heel goed bevriend met de anderen ook. En het is een andere sfeer, zal ik zeggen. Oké, en de sfeer binnen het Maas Gladbeek team is ook heel goed, denk ik, hè? Ja, een heel fijne sfeer. Want je bent van de streek? Ja. Dus het was een thuiswedstrijd voor jou? Ongeveer wel. En wat hoop je nog te bereiken via het wielrennen? Zeker een keer podium. Een keer eerste plaats halen. Oké, veel succes, hè? Ja, dankjewel.